Ook op internet wordt tot Lenny's verbazing een hoop leuks gemonteerd. Na de reclame in de garage bij de Young One. Dit is John, manager. Zijn motto, succes is een keuze. John heeft een goede baan en een nog beter salaris. Elke dag geeft hij 200%. 90 uur per week. En om dit vol te houden neemt John altijd om 4 uur een kuppensoep. Zodat hij ook de rest van de dag scherp en alert blijft. En dat zouden meer mensen moeten doen. Sorry. 4 uur kuppensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. Wil je wimpers met veel volume? Ga dan voor Volume Express Mascara van Maybelline New York. Up to triple the volume. In één snelle streek. Sommige mascara's voor meer volume klonteren en kosten tijd. Het expressborsteltje geeft je wimpers in één keer meer volume. Zonder te klonteren. Volume that goes to the max. In één snelle expressstreek. Volume Express. Direct mooie volle wimpers. Ken ik jou niet ergens van, jongen? Ja, dat is John van die kuppensoepreclame. Wil je ook kuppensoep op je werk? Moet je even faxen. 010-43-94-517. Lentekriebels. Deze week in Vriendin. Met everyday.com heeft u op internet alles wat u nodig heeft. E-mail, winkelen, vrije tijdsbesteding, nieuws en gratis toegang tot internet. Everyday.com, een nieuwe service van Tele2. Bel nu voor gratis internet 0800 1730 of kijk op onze homepage. Everyday.com, aangeboden door Tele2. Alles wat vrouwen bezighoudt, vind je in Vriendin. Is zover. Er hangt ons allemaal een grote prijs boven het hoofd. Want de Koninginnedagloterij is er weer. U maakt kans op een van de 50 hoofdprijzen van een ton. En de kroonprijs van 10 miljoen. Belastingvrij. De trekking is al 29 april. Caesar Second Skin. En er hangt ons ook nog de jackpot boven het hoofd. Van ruim 14 miljoen. Belastingvrij. Koop dus snel een lot. Goedemorgen, Puppy Brigade. Jullie opdracht is ervoor te zorgen dat iedereen weet dat Page Plus fluweelzacht aanvoelt. Zoals jullie kunnen zien is Page Plus zo zacht dat het aanvoelt als fluweel. Dus zeg het voort, Puppy Brigade. Onthoud dat Page Plus sterk, soepel en fluweelzacht is. Maandag. Geluidsoverlast. Verstoort de rust. En dat schiet bij sommigen behoorlijk verkeerd. Samsam om 8:30. Nog een half uurtje en dan is het tijd voor de speelfilm van vanavond, The Peacemaker. Major Frank Cross heeft problemen met de krijgsraad. Hij kan zijn straf ontlopen door een opdracht te vervullen voor een hoger doel. Namelijk het bewaken van de koffer van de president. En dan wel de zwarte koffer met nucleaire lanceercodes. Geen makkie en veel actie dus. Ook daarna om 11:05 in Van Lichte Zeden. De openhartige serie over de pornowereld. Dit keer uitgebreid aandacht voor de Belgische regisseur Eddie Lipstick. Maar nu eerst iets luchtigers, de garage.
Liefdesbrieven, weddenschappen en oplichterij. De chaos is weer compleet. In de garage is altijd plaats voor iemand met zoveel pech als jij. Ja, in mijn garage kom jij op de eerste plaats. Je zet hem nu maar in zijn vrij. En toen de deur dicht. Ik word gek, ik word helemaal stapelgek. Zijn de beumertjes weer geweest? Ja, de beumertjes, ja. Ik ga ze killen. Als ze nog een keer binnenkomen in de showroom voor die Nissan, dan pak ik een slang en doe hem aan de uitlaat en steek het zo de zijraampje. Dus ze hebben hem nog steeds niet gekocht? Nee, ze zijn er nog niet helemaal uit. Maar ze zijn hier de laatste 4 maanden elke week wel een keer geweest. Ja, ze hebben intussen al langer achter stuur gezeten dan de vorige eigenaar. Ik heb zo'n proefrit gemaakt. Een proefrit? Nee, ze willen de boel niet overhaasten. Hij gaat achter het stuur zitten en zegt vroom, 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 vroom. En zij zit zich op te maken in het achteruitkijkspiegeltje. Weet je wat ze nu vroegen? Nou? Heeft die auto ook airbags? En heeft hij die? Nee, helemaal niet. Dat ze zelf wel even een ballon opblazen. Nou, dat is ook niet echt positief. Shanice, je verkoopt nog makkelijker een pak condooms aan de paus dan een Nissan aan de beuners. Zal ik het anders eens proberen? Condooms? Nee, die Nissan aan de beumers. Misschien werkt uw verkooptechniek niet bij hun. Wat is er mis met mijn verkooptechniek? Helemaal niks. Maar iedereen is anders. Ik verkoop alles aan iedereen. Als het moet, verkoop ik zelfs een mountainbike aan een rolstoelgebruiker. Ja, nou, bij wijze van spreken natuurlijk. Dus ik zie die meid staan, hè? Ja. En ik had de perfecte openingszin voorbereid, dus het kon niet misgaan. Wat is die openingszin? Hallo, ik ben Vincent. Ja, het is misschien geen goede openingszin, maar je hebt een opening en ik heb zin. Zei je dat? Nee, natuurlijk niet, lul. Ik zei, hey, ik ken jou ergens van. Ben jij niet een of ander bekend model? En toen? Toen zei zij, en ik ken jou nergens van. Ben jij niet een of andere onbekende slijmbal? Oh, ja, ze worden veel te bij de hand. Die worden te bij de hand? Die kippertjes van tegenwoordig. Oh, heb je klachten? Ja, je ontmoet nooit meer een kippertje die het prettig vindt dat je er behandelt als een echte prinses. Dat je in de jas helpt, de deur voor de open houdt. Nou, als een man de deur voor je open houdt, is het meestal de portier. Je hebt geen gevoel voor romantiek, Ellen. Ik ben misschien niet meer van deze tijd, maar ja, call me old fashioned. Ik ben juist wel van deze tijd. Daar wil ik het even met jullie over hebben. Ik vind dat wij als bedrijf op internet moeten. Waarom? Iedereen zit op internet. Alle toeleveringsbedrijven. Je kunt je bestellingen doen via internet. Wij kunnen onze diensten aanbieden via internet. Maar denk je dat tante Kopie eraan wil? Waar wil ik aan? Aan een pc met een modem, zodat we online verbinding hebben met al onze leveranciers. Oh, ja, nee, natuurlijk. Waar heeft ze het over? Ze wil een computer kopen. Een computer? Ja, dat is veel efficiënter. Dan kunnen we de voorraad op peil houden en de boekhouding, de rekeningen, en gewoon alles. Nou, ome Theo die schreef altijd alles achter op het doosje van de sigaren. Ja, maar wij roken niet. Nee. Helemaal geen sigaren. Nou ja, jongens, jullie zullen het wel beter weten. Ja, misschien moeten we het doen, hè. Misschien moeten we de stap nemen naar de 20e eeuw. Tante Kobi, we zitten al in de 21e eeuw, hoor. Len, stapje voor stapje. Hallo. 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 Is dit Garage Olympia? Ja, klopt. Mooi, ik zoek Theo Huisman. Theo? Is hij in de buurt? Kent u Theo? Oh, min of meer. Is hij hier? Het lijkt me beter dat u even mee naar boven gaat. Oh, nou, dat is goed. Moeilijk boodschap. Marleen. Ja? Dus zij wil op internet? Het lijkt erop, hè? Weet je wat dat betekent? Nou? Internet. Cyberspace. Ja? The gateway to unlimited pleasure and adventure. All your erotic dreams will come true. Ik had dit kunnen weten, hè? Ja. En niet alleen blote wijven, hè, maar je hebt speciale erotische chatrooms waar je met de meest sexy vrouwen kan praten. Vinny, jij ziet zo seks in een koelkast. Oh. Nou ja, als er een lekker kippertje in zit. Ik kan het gewoon niet geloven, dood. Het leek zo'n fit man, zo sterk. Ja, het gebeurde ineens. Arme Theo, ik vond het echt een fantastische man. Ja, was het ook. Maar mag ik vragen, waar heeft u hem leren kennen? We hebben elkaar ontmoet zo'n 4 jaar geleden op een bijeenkomst voor dealers in Stuttgart. Hé, ik herinner me helemaal niet dat hij daar was, hoor. Maar het is zo vreemd, hij was opeens verdwenen, terwijl we echt heel serieus met elkaar waren.
Hij had me van alles beloofd en opeens was hij weg. Ja, toen zag ik die garage, toen kwam alles weer naar boven. Garage Olympia, Theo Huisman. Wat had hij allemaal beloofd dan? Ach, van alles. En ik was meteen verkocht. Ik vond het zo'n charmante man. Ja, dat was hij ook, ja. Zo zorgzaam en attent. Ja. Hoewel, ik had niks dan goed zo over de doden, maar in bed stelde hij toch echt niet veel voor. Maar bent u met hem naar bed geweest? Nou, als je het zo wilt noemen, ja. Wat is eigenlijk uw relatie tot Theo? Bent u zijn zuster? Ik was zijn vrouw. Wilt u koffie? Nee, ik heb geen zin. Oh. Meneer Mansveld, kunt u dat niet in uw eigen kantoor doen? Ik probeer hier iets van de boekhouding te maken. Ik verveel me. Ik ook. Maar het werk moet toch worden gedaan. Ik denk dat ik in een depressie zit. We hebben de hele ochtend nog geen klant gehad. En de beumetjes dan? De beumetjes tellen niet mee. Die komen alleen maar om mijn depressie te verergeren. Waarom gaat u niet lekker een stukje lopen? Word ik daar vrolijk van? Nee, daar word ik vrolijk van. Nou, dan ga ik maar. Ik merk het altijd meteen als ik ergens ongewenst ben. Ik ga wel langs Kobi. Ik voel vanaf hier dat u daar ook niet gewenst bent. Laat de vrouwtjes nou maar aan mij over. Als ze je uitschelden, wil het juist zeggen dat ze je zien zitten. En dat geldt ook voor Kobi. Dat geldt niet voor mij. Want als ik u uitscheld, dan meen ik dat. Maar hij verzekerde me dat hij niet getrouwd was, anders had ik het toch nooit gedaan. Wat vreselijk voor u. Ik had echt geen idee. Al die jaren. En dan denk je dat je iemand heel goed kent. Ach, ik kan het haast niet geloven. Hoe kan Theo zoiets doen? Misschien heeft hij helemaal nooit van me gehouden. Ach, vast wel. Het was gewoon een tijdelijke zwakte van een maand of drie. Misschien heeft hij wel overal vrouwen rondlopen. Ik ben het maar. Hé, hey, Margriet. Theo. Theo, je bent helemaal niet dood. Je leeft. Theo, dit is Kramer. Dit is Kramer Mansveld. Die woont hiernaast. Ja, ik geloof dat ik een tikkeltje ongelegen kom. Hè? Het is gezellig samen zijn hier. Is het al zo laat? Ik moet vliegen. Kramer! Hoe durf je het in je hoofd te halen om de naam van mijn overleden man in te gebruiken? Nou, maar hij was toen nog niet dood, hoor. Hij leefde nog. En ik wist niks beters. Hoe kan je nou vredesnaam mijn valse naam opgeven? Om mezelf te beschermen. Waarvoor? Nou, dat je me niet zou vinden. Ik wou niet dat het serieus zou worden. Maar het ging zo goed tussen ons. Ja, het ging fantastisch, dat zei die andere vrouw ook. Ploert! Oh, rotzak! Je zegt, kalm, dames. Laten we het een beetje gezellig houden. Het was gewoon een dolletje. Gewoon een dolletje? Straks zullen we altijd samen zijn, zullen onze harten als één hart kloppen. Uit de boeketreeks, hè? Daar kan je veel uit halen, hoor. Ja. Dan ben je toch een slecht mens, hè? Je hebt die arme vrouw gewoon misbruikt. Hoe kan je met jezelf leven? Kom, Kobi, het was gewoon een avontuurtje. En ik vind het vervelend dat ze nu een beetje van streek is. Maar we hadden geen contract of zo. Nee, natuurlijk hadden we geen contract of zo. Het was toch een gevoelsafspraak? Nou, wil je wat drinken? Ik sla een keertje over. Ach, hou je mond. Ik heb het niet tegen jou. Wat kom je eigenlijk doen? Ja, ik dacht dat jij me wel zou kunnen opvrolijken. Maar ja, ik sta er weer eens alleen voor, hè. Volgende keer bij mij. Hallo. Sorry. En? Opgevrolijkt? Nou, dat was nou net wat ik nodig had, hè. Is hier nog iets gebeurd wat mijn humeur een beetje kan opkrikken? Ja, stomme vraag natuurlijk. Kijk eens. Wat is dat? Ik heb een auto verkocht. Jij? Nee. Hoe? Aan de Beumers? Ja. Maar die Nissan staat er nog. Ik heb ze de Volkswagen Passat verkocht. Ik heb ze weten te overtuigen dat op de lange duur een veel betere koop was. Veel zuiniger in het gebruik en de auto behoudt een hogere inruilwaarde. Jo! Ik denk dat ze mijn begrijpende menselijke aanpak verkozen boven uw agressieve uitstraling. Ik wil commissie, 10%. Ja, vergeet het maar. Ik heb alle voorbereidend werk gedaan en ik heb ze eigenlijk opgewarmd voor die koop. Voor die Nissan misschien. Maar ik heb ze die veel duurdere Volkswagen Passat verkocht. Ja. 10%. Nee. Dat is gewoon een mazzeltje, hè. Want daar word je nog geen autoverkoper door. Ik heb in ieder geval deze maand al één auto meer verkocht dan u. Kijk, maar ik verkoop deze week ook nog wel een auto. Let maar eens even op, meisje. En een duurder en een beter dan die Passat. Tuurlijk. Wedden? Hoeveel? Jouw commissie. Als ik voor het weekend een betere auto verkoop dan die Passat, dan krijg je niks. En anders krijg je commissie. Ja,
En tot kijk. Dus dan kan ik winnen waar ik sowieso al recht op heb? Ik dacht het niet. Dan verdubbelen we de commissie. Deal. Kijk, je klikt dus op de homepage van deze firma, op het bestelformulier. Je klikt het onderdeelnummer in. Dubbelklik. Bevestigen. Kijk, klaar is Clara. Nou, dat gaat ons echt uren schelen. Als we doorhebben. Geen probleem, jongen. Je hebt het wel tegen de master of cyberspace, hè? Goed. Ik breng deze rekening nog even naar tante Kobi. Ben ik zo terug. Hoi. Wat ga jij nou doen? www.hotladies.com / Kijk. Dit is zo'n beetje de basis van internet. Meer hoef je niet te weten. Huh? Jezus. Nee, Monica. Ja. Niet slecht, hè? Ja, zeker niet slecht. En welke onderdelen gaan we nou bestellen? Ja, ik vind die bumpers wel lekker. Ja, ja. Maar als we nou eerst alle andere onderdelen ook even checken. Hé, dit is trouwens nog niet alles, hè? Wat dan? Nee, je kan ook met deze pushjes gaan chatten. Ja? Ja. Zullen we even naar een chatroom gaan? Ja. Oké. De natuur biedt onuitputtelijke energiebronnen en daar maken we steeds beter gebruik van. Via zonneboilers of windmolens bijvoorbeeld. Duurzame energie, vanzelfsprekend. Hallo daar, moet u zien. Een reuze aanbieding van Groenrijk. Deze kamerbrem voor maar 9,95. Zo'n mooie brem voor maar 9,95. Zo jongen, doe je best. Goed zo, mooie boog. Kamerbrem, nu 9,95. Roosvisé Multivit, de lekkere en gezonde dorstlessen met 10 vitamine, is er nu ook kant-en-klaar in een handig literpak. Voor kleine en grote kinderen. Dus nu iedereen meer pit met Roosvisé Multivit. Een half jaar lang het Veronica-blad in de bus. Wat kost dat nou? Nou maar 25 piek. Iedere week meer pop, showbiz, sport, fun en film dan welk ander blad ook. Met tientallen gratis specials en prijsvragen, dat is wel mega weinig geld voor zo'n mega dik blad. Bel 0900 8850. Oase, het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort. Freeze! Als je echt iets lekkers wilt, zoek je het in de vriezer. Tommy's van Maître Paul bijvoorbeeld. Dat is toch veel lekkerder? Bij Oase heeft u keuze uit meer dan 100 slaapkamers in diverse stijlen. Zouden ze het genezen hebben? Ik hoop het. Kijk, zie dat? Hij zwaait naar me, zie dat? Oh, en hij doet zijn dansje. Hé, wat heb jij op de vlag geschreven? Hallo? Schrijf jouw wens op de Coca-Cola fanvlag, de grootste vlag ter wereld. Op tweede paasdag liggen er kassakortingen van 5%, 10% en 15% voor het oprapen. Haast je dus naar de winkel op tweede paasdag. I can't decide which route to take to Vegas. Oh, I know a way that you can decide. All right, I'm going to ask you a series of questions, and you answer as quickly as you can. Which would you rather be, a fireman or a swimmer? A swimmer. Who would you rather sleep with, Monica or Rachel? Monica. Oh. North route or south route? North route. Bam, there you go. Huh? Wow, that was incredible. Hey, man, what's up? Not much. You guys want to see a movie tonight? Sure. What do you want to say? I don't know. What do you like better, action or comedy? Action. Who would you rather sleep with, Monica or Rachel? De moeilijkste beslissingen neem je met de theorie van Phoebe. Dude, you are sick. Maar Ross ziet het eerder als shocktherapie. Oh.
sorry, I forgot you had that whole Rachel thing. Zondagavond om 9:05, Friends, hier bij The Young One. Gouden vriend, ik heb je geleerd dat een beetje sigorij je spijsvertering verbetert en je zo helpt meer uit je eten te halen. Bonzo Digestion Plus bevat sigorij en dat helpt je gezond te blijven van binnenuit. Nu ben je klaar voor de grote test. Nieuwe Bonzo Digestion Plus. Een beetje sigorij maakt een groot verschil. Tom is een superactief joch. Ik kan hem gewoon niet bijhouden. Dus Jerry erbij nemen leek toen een goed idee. Maar ja, ze zitten elkaar voortdurend achterna. Net als in die tekenfilms. Tom achtervolgt Jerry naar de vuilste plekken. Vreselijk. Maar ja, ze zijn echt onafscheidelijk. Nieuwe Ariel Hygiene verwijdert ook onhygiënisch vuil. Dat gewone wasmiddelen soms laten zitten. Zelfs op 30 graden. Weet je, soms is het haast niet te zeggen wie nou wie is. Ja? Ik ben op zoek naar een auto. Een auto? Ja. U verkoopt toch auto's? Ja, ja. Maar dat wordt wel heel moeilijk. Oh ja? Wat doen al die auto's van hier met die borden te koop erop? Ja, dat is een ontzettend lang verhaal en helaas heb ik nu geen tijd om dat uit te leggen. We gaan sluiten. Sluiten? Het is 2:00 middags. Ja, dus? Verder nog iets? Is jouw baas er niet? Nee, die is onlangs overleden. Dank u wel, insgelijks van hetzelfde. Dag. Oh, meneer Mansveld. Bent u het echt? De Heer zij geprezen. Halleluja. Halleluja. Ja, die is niet helemaal fris, hè. Wie bent u eigenlijk? Ik ben op zoek naar een auto. Ah, u bent op zoek naar een auto. Dan bent u precies op het goede adres. Gaat u zitten. Dat dacht ik ook, ja. Het gaat om het volgende, meneer. Ja? Ik reed hier vanmorgen langs en toen stond er een knalgele Triumph Sport. Jaar of 20 oud. Ja. En daar ben ik al jaren naar op zoek. Is die misschien van u? Nee, maar waar stond die? Hier in de straat, half voor uw bedrijf en half voor de garage van de buren. Ik hoopte dat het een occasion van u was. Niet echt, nee. Maar ik heb misschien wel iets anders wat u mooi vindt. Nee, ik wil echt een Triumph Sport. Een Triumph Sport? Zal ik iets wat vertellen? Dat is helemaal niks voor u, een Triumph Sport. Nee, dat is belachelijk. U bent een typische Nissan-man. En ik heb een prachtige Nissan staan voor 15.000 gulden. Ik vind Nissan een saaie uitstraling hebben. Ja, daarom past hij ook zo goed bij u. Nee, ik bedoel, uw grote persoonlijkheid, uw boeiende persoonlijkheid, die straalt daar een beetje tegenaan. Snap je wel? Contrast. Je moet er toch niet aan denken dat je wordt overschaduwd door je eigen auto. Ja, ja. Nee. Nee, dank u. Ik wil toch echt een Triumph Sport. Ik heb geen Triumph Sport! Nee? Nou, jammer. Dan ga ik wel naar de buren gaan vragen of zij toevallig... Nee, ik kan het voor u regelen. Leg uw zorgen maar in mijn handen. Ik vind die auto. Kijk, zo hoor ik het graag. En hoe eerder, hoe beter. Ja. Ik heb er echt wat voor over om zo'n Triumph te kopen. Ja. Maar niet meer dan 15.000 gulden. Wat u zegt, het komt in orde. Prima. Dan bel ik u morgenochtend om te horen of u geslaagd bent. Ja, uitstekend. Uitstekend, hoor. Ik zorg ervoor. Een Triumph Sport, een gele, van zo'n 20 jaar oud. Ik vind hem. Het is voor mij geen probleem. Prima. Tot morgen. Dan, meneer. Zo. Ja, wat gaan we doen? Ik ben aan het scoren, Lenny. Ik heb morgenavond afspraak met Lady Love. Lady Love? Wie heet er nou weer Lady Love? Dat is een nickname. Op dit soort chatrooms heb je altijd een bijnaam. Oh ja, en wat is jouw bijnaam dan? Geil ventje? Mr. Temptation. En hoe ziet die Lady Love eruit? Nou, het lijkt een heel erg lief meisje. Maar jij weet en ik weet, als je op dit soort rooms zit, dan wil je maar één ding. Ah. En als ze nou zo lelijk is als de nacht, hè? Eruit ziet als een slechte figurant uit Star Wars. Je denkt er niet dat ik het niet van tevoren heb gecheckt. Kijk, tegenwoordig kunnen ze heel simpel een foto mee. Moet je kijken. Ah, hé, dat is helemaal niet slecht, zeg. Hey, ze heeft nog gevoel voor stijl over die soort foto. Echt een 50s look, te gek, man. Ja. Maar, en morgen kan ze uitgebreid kennis maken met mijn Mr. Temptation look. Oh yeah, baby, come here and get it. Oh, nou, je hebt al succes. Boven kremen. Ja, ook goedemiddag. Nou, laten we even zien.
Ik ben het maar. Nog boos? Kramer, jij verandert nooit. Erg, hè? Ik heb gewoon medelijden met mezelf. Je zat al maar opgezadeld zitten met zo'n karakter als het mijne, hè? Wat kom je doen? Kobe, heb jij ook hier voor de deur die gele Triumph Sport zien staan? Een gele Triumph Sport? Ja. Heb ik gezien. En weet je ook misschien van wie die is? Oh, ja. Oh, dat is prima, want ik heb daar interesse in. Hm? Van wie is die bak? Die is van een hele goede vriendin van jou. Nou, dat is dan heel mooi, hè, want ik ben altijd in voor een vriendenprijsje. Ja, maar ik heb daar een hard hoofd in. Want die auto is namelijk van mijn Griet. Oh, nee, hè? Dat heb ik weer. Waarom wil je die auto eigenlijk zo graag hebben? Nou, eigenlijk omdat die mooi is en omdat die mijn totale aanbod in balans brengt, hè, als het ware. Nou ja, ik heb het telefoonnummer, je kan het proberen. Oh, was ze erg boos? Ja, maar ze vond je uiteindelijk ook wel heel zielig, hoor. Ja, maar dat vergroot mijn kansen, hè? Ja. Nee, want tenslotte heb ik een hele moeilijke jeugd gehad. Ontzettend moeilijke jeugd. Ja. Hier is het telefoonnummer. Waar heeft hij nou last van? Hormonen. Ook al opgewonden van het sleutelen aan auto's? Nee, nee, nee. Hij heeft een date geregeld via internet. Wat? Vincent. Ja? Hey, Vincent. Ja? Maar ben je toch een ranzig mannetje? We hebben die computer nog maar één dag en jij hebt er al een date mee geregeld? Nou, en? Die afbetaling loopt gewoon door, dus je moet dat geval zoveel mogelijk benutten, hè? Ik heb het niet over jouw geval, liedje. Huh? Ik heb het over de computer. Ah, wie is hier nou ranzig, hè? Hé, hey, kan jij die wagen afmaken? Even de remmen na checken, dan is hij oké. Okay. Ik moet naar de stad. Stomerij, even een pak ophalen. Ben over een uurtje terug. Hm? Oké, okay, is goed. Meneer. Mevrouw, ik moet helaas weg, maar die twee daar willen u met alle plezier helpen. Oh, fijn. Dank u wel. Let's get it on. Goedemorgen. Hallo. Ik ben op zoek naar iemand die hier werkt. Hm. Een charmante jongeman. Weet u zeker dat u op het juiste adres bent? Dit is toch Garage Olympia? Ja. Ja, ik ben op zoek naar iemand die zich ook wel Mr. Temptation noemt. Ik heb een afspraak met hem voor vanavond, maar ik was toch in de buurt. Ik dacht, kom, ga even langs, vast kennis maken. Oh, wat leuk. U bent Lady Love. Ja, iedereen geeft zichzelf een Engelse naam. Nou, en ik heet mevrouw de Liefde. Dus ik heb mijn achternaam gewoon vertaald. Leuk. Hoe komt u in zo'n chatroom terecht? Nou, ik heb net een cursus internet voor bejaarden achter de rug. Een initiatief van het wijkcentrum. Dat is een hele vooruitgang. Is daar veel belangstelling voor? Oh ja, veel ouderen willen graag mailen en zo met hun kinderen en kleinkinderen. Vooral als die in het buitenland zitten. Oh, en u heeft ook kinderen in het buitenland? Nee, ik heb jammer genoeg geen kinderen. Oh. En daarom zit ik nou in zo'n chatroom. En toen stelde Mr. Love Temptation voor om af te spreken. Ja, vind ik dat vreselijk schattig. Nou, en ik ben toch iedere avond thuis, dus wat let me. En die foto die u stuurde dan? Nou, hij wilde zo graag een foto. Maar deze is van 1952. Nou, die jongen die u zoekt, die is net even weg. Maar ik weet zeker dat als hij terugkomt, hij u graag wil ontmoeten, hoor. Ja, hij zal zeer verrast zijn. Ja, zeker. Komt u even mee, krijgt u een kopje koffie in de koffiehoek. Gezellig. Zeg, wilt u uw jas even uitdoen? Ja. Zal ik uw jas even aannemen? Ja, graag. Het is een cape. U wilt een kopje koffie? U vindt het toch niet erg om even te wachten, hè? Oh, kind, al duurt een dagen. Ben ik weer even onder de pannen. Meneer Mansveld, bezoek voor u. Dag, Kramer. Dag, Margriet. Beste Margriet. Ga zitten en maak het je gemakkelijk. Nou, zeg het maar. Margriet. Ja? Ik heb vannacht niet kunnen slapen uit schuldgevoel. Ach. Je moet namelijk weten, ik ben niet meer dezelfde Kramer van vroeger. De ongevoelige Kramer. Hè? Ik ben veranderd. Ik was een schoft. Ik heb gesold met je gevoelens. Wat wil je van me? Niks. Maar ik heb zitten nadenken, hoe kan ik dat nou goed maken? Hè? Een bloemetje, etentje. En ineens had ik het. Ik koop die oude auto van jou. Wat vind je daarvan? Waar slaat dat nou op? Nou, ben je er niet vanaf van het oude mormel? Ik betaal er goed geld voor. Volgens mij voel jij iets in je schild, Kramer. Dat kan niet missen. Hoe kom je daar nou bij? 5000 gulden. Nou, ik weet het niet. Je weet het niet? Bij de sloop geven ze 5 tientjes voor. Oké, 6000 gulden.
Ik zal er eens even over nadenken. Oké. Okay. 10.000. En op je knieën, en dan zal ik er nog eens al heel goed over nadenken. Oké, kijk, ik zit al, hè. Ja. Beste Margriet, ja. Mag ik die auto van je kopen voor 10.000 gulden, alsjeblieft? Alsjeblieft. Nou, voor deze keer dan maar. Maar wel contant en direct. Deal. Vince, je date van vanavond is het. Wat nou al? Ja, ze kon niet wachten, maar wat een lekker wijf. Wat ben jij een mazzelaar? Ja, ik zei het je toch, jongen. Dit wordt party hardy. Ja. Hé, hey, hoe zie ik eruit? Huh? Kan ermee door? Misschien de scheiding aan de andere kant? Ah, ze niet te fokken, wat. Werk okay, gaat ie. Hallo, baby. Ik ben het. Jouw Vincent. Ook bekend als Mr. Temptation. Hey, Elf. Hey, Vincent. Dag, mevrouw. Zo, dus jij bent Vincent. Ja. Of moet ik Mr. Temptation zeggen? Ook goed. Ik weet dat wij vanavond pas een afspraak hebben. Maar ik was toch in de buurt. Ik denk, weet je wat, ik ga even kennis maken. Leuk. Zeg, zou je Lady Love niet eens een fatsoenlijk handje geven? Ja. Kom op, Len. We moeten Vincent maar even alleen laten. Doei, doei. Doeg. Lady Love. Mr. Temptation. Zo. Dan is alles toch weer goed gekomen, hè? Ja. Oh, wacht even. De sleutels, hè? Ah, ik was het bijna vergeten, hè? Dag, Margriet. Ah. Zo, Janice. Wat kijk jij somber. Het leven kan zo heerlijk zijn. Volgens mij heeft hij die auto nog steeds niet verkocht. Misschien laat die klant wel niks meer van zich horen. Nee hoor, die belt wel. Daar vergis ik me nooit in. Echt, daar vergis ik me absoluut in. Voilà. Ja, garage Mansveld. Altijd hoge kwaliteit en lage prijzen, zegt u het maar. Ah, meneer, ja, we hebben hem. Jammer, hè? Ja, u kunt hem komen halen. Ja, we zijn nog open. Dag, meneer. En? Gaan we de bloemetjes buiten zetten vanavond? Zeker weten. Ze gaat voor me koken. Ja, ik heb hem verteld dat ik het zo jammer vind dat ik geen kinderen of kleinkinderen heb. Ja, en ik heb verteld dat ik helemaal geen familie heb. En weet je wat zijn lievelingskostje is? Nou? Sudderlapjes met rode kool. En dat kan ik heel erg goed klaarmaken. Ja, en het mooiste is, ik mag oma zeggen. Zal ik even naar de deur lopen? Oma? Ja, kind. Ma Ledelo. Oh, wat schattig. Mr. Temptation. En flikt het hem toch telkens weer, hè? Ik ben een grootmoedig winnaar, Janice. En daarom krijg jij een glaasje prik. Terwijl je me eigenlijk zelf betaald hebt, hè? Die klant is er nog steeds niet, hoor. Nee. Jij zet maar door, hè. Jij bent een bijtertje, hè. Misschien kan die eigenschap je wel tot een bijna net zo goed autoverkoper maken als ik. Hallo. Dames, het is erg ongelegen. Kun je misschien een ander keertje terugkomen? Ach, komt het ongelegen? Je gaat me toch niet vertellen dat er iemand een auto komt kopen, hè? Nou, er komt misschien straks een hele grote klant binnen. Oh ja? Ja, het is als vanouds, hè. Een gekkenhuis. Druk. God, het is toch wel een echte businessman, hè? Oh, gewoon. Ja, dus kunnen jullie misschien even... Ik zal je even met de droom helpen, Kramer. Die grote klant van jou is mijn broer. Kom mij dat nou schelen als die maar geld heeft. Je broer? Ja, wij hadden besloten dat jij maar eens een keertje moest boeten voor je gesjoemel. En Margriet had nog een oude auto waar ze toch niet vanaf kon komen. Dus hebben we haar broer op jou afgestuurd en je bent er met open ogen in geluisterd. Ja, maar ik raak je auto nooit meer kwijt. Ik heb er 10.000 gulden voor betaald. Ja, en je wilde er 15.000 voor beuren. Ja, maar dat is toch een heel gewone marge. Waarom verkoop je hem dan niet gewoon voor 15.000 aan een ander? Omdat hij maar 6.000 gulden waard is, hè, Kramer? Dit is gewoon oplichting. Ja, maar de enige plek waar we jou kunnen raken is je portemonnee. Ja, maar dat gaat zomaar niet, hè? Ik bedoel, we hadden toch een koopovereenkomst? Die man heeft me beloofd dat hij die auto zou kopen. Nou, je hebt toch geen contract getekend of zo? Het was gewoon een dolletje. Hey, heb jij ook zo'n trek in de glaasje? Heerlijk. Oh, wat is die Kramer toch attent. Hij heeft al koel gezet. Oh, die niet erg als we meenemen, hè? Dag, Kramer. Wat heb jij nou? Volgens mij krijg ik nog wat van u, meneer Mansveld. Ik denk toch echt dat u heeft verloren. Hmm. Het dubbele bedrag was het toch? Ja. Toch?
Zal ik anders proberen om die truimsport voor u te verkopen? Dolph Lundgren wordt beroofd van een koffer met gegevens over atoomwapens. De gevolgen zijn desastreus. Zometeen The Peacekeeper. I don't just color my hair, I also protect it. Nieuwe Excellence crème van L'Oréal. Een formule met twee keer meer verzorging voor nog meer bescherming. De eerste crème kleuring met verzorging van ceramide en proteïne die kleurt en tegelijkertijd beschermt. Zelfs het meest kwetsbare haar. Een schitterende kleur zonder een enkele grijze haar. Nieuw, Excellence crème van L'Oréal. Twee keer meer verzorging voor nog meer bescherming. Because I'm worth it. U toch ook? Maggi heeft weer iets nieuws. Jus uit een handige knijpfles. Niet alle soorten vlees geven lekkere jus. Maar als u het vlees uit de pan haalt, afblust met water en een kneepje jus van Maggi erbij, dan heeft u altijd een ouderwets lekkere rundvleesjus met een volle krachtige smaak. Heel simpel, met de handige knijpfles van Maggi. Little things mean a lot. Door samen te werken, net als wij, hebben 16 van deze mensen veel bespaard op hun Panasonic minisets. Omdat ze samen kochten op het internet. Dat scheelde ze mooi 250 gulden de man. Maar waarom dragen ze zulke idiote schoenen? Waarom? Let'sbuy.com. Probeer zelf de nieuwe jus van Maggi. Haal nu een gratis mini-flesje bij V&D. Nieuw, nu ook Fanta Lemon. Verpletterend fris. Aan het lichaam van een vrouw is geen rechte lijn te ontdekken. Haar periode verloopt evenmin in een rechte lijn. Daarom is er nu verbeterde OB voor de zwaardere dagen en OB Comfort voor de lichtere dagen. De combinatie voor nog meer zekerheid. OB begrijpt het lichaam van een vrouw. Ruud die gaat een strandtent beginnen. Die is heel erg goed in het beginnen. Hij is begonnen met rechten, toen twee keer economie. Bouwkunde. Het leuke van beginnen is volgens Ruud ook het beginnen. Beginnen. Moet je kijken met een stoel. Dan wil hij dit nemen. Die stoelen moeten toch ergens te vinden zijn? Singapore Bamboo Unlimited. Ik ben CG. En dit is een Milky Way. Met binnenin luchtige melkvulling en daaromheen heerlijke melkchocolade. Buitenaards lekker. En ze zijn zo licht. Dat je ze tussen maaltijden door kunt eten zonder dat het je eetlust bederft. Helaas heeft deze Milky Way één klein nadeeltje. Of eigenlijk één hele grote. Hij is niet van mij. Oeh, sorry Jack. Elke dag kans op een miljoen en elke dag een auto. Dat zijn de lenteklappers van de Postcode Loterij. Een miljoen en elke dag een BMW. En dat zijn er een heleboel. Elke dag moet je voorstellen, ze moet alleen nog geboetst. Elke dag 1 miljoen en een auto. Winnen doe je bij de Postcode Loterij. Neem een chipje. Elke dag een miljoen en elke dag een auto. Let dus op je brievenbus, want winnen, dat doe je nou eenmaal bij de Postcode Loterij. Ik kan dat niet zo doen. Het is gewoon zo. Op tweede paasdag liggen er kassakortingen van 5%, 10% en 15% voor het oprapen. Haast je dus naar de winkel op tweede paasdag. Al jaren haal je met Iglo de lekkerste spinazie in huis.
En nu wordt het nog lekkerder. Met spinazie. Een verrukkelijk kook- en kijkboek woordenvol heerlijke spinaziegerechten. Voor slechts €4,95 plus 3 streepjescodes van Iglo Groenten. Alleen bij Bruna. Haal spinazie in huis. Van Iglo. Soms droom ik dat het strijken van een overhemd niet zo moeilijk zou zijn. Geen probleem. Nieuwe Silaan Soft & Easy maakt strijken makkelijk en verzacht het wasgoed. Dit is echt makkelijk. Nieuwe Silaan Soft & Easy. Nog nooit was strijken zo makkelijk. Van geranium tot Afrikaantje, bij Intratuin komen je ideeën tot bloei. There's this guy that I want to get into the shower. Yeah, he's cute and he's smart and funny. But that's not why I want to get him in the shower. He has a slight imperfection. Dandruff. And because I want to run my fingers through his hair, I want to help him. I mean, I've been there, and I know all he needs is Head and Shoulders. And he'll never have dandruff again. So his hair will always be perfect to play with. Now all I have to do is get him in the shower. How hard can that be? Head and Shoulders. Don't let dandruff get in your way. Nu bij Intratuin. Vlijtig Liesje. 10 stuks, slechts €2,95. The Young One. We need new attractions. Right? Morgen. We need your help! Michael Jordan! Who? Is hier Looney Tunes? De Looney Tunes hebben ruzie met een stel ruimtewezens. Om hun meningsverschil uit de weg te ruimen, moeten ze een basketbalwedstrijd winnen en roepen ze de hulp in van Michael Jordan himself. Een film om te zoenen. I knew that. Come on. Morgenavond om 8:30 bij de Young One. That's all, folks. Nogmaals, goede vrijdag. Tot tegen 12 kun je kijken naar bijvoorbeeld Van Lichte Zeden om 11:05. De openhartige serie over de pornowereld. Dit keer uitgebreid aandacht voor de Belgische regisseur Eddy Lipstick. Daarna een half uur lijfelijk genot op sensuele muziek in Erotic Dreams. Maar eerst de speelfilm van vanavond, The Peacekeeper. Major Frank Cross heeft problemen met de krijgsraad. Hij kan zijn straf ontlopen door een opdracht te vervullen voor een hoger doel. Namelijk het bewaken van de koffer van de president. En dan wel de zwarte koffer met nucleaire lanceercodes. En zijn eerste dag begint al goed vol actie. The Young One. Deze film is geschikt bevonden voor 12 jaar en ouder.